Jan, gefeliciteerd. Bedrijvenkring Urk heeft Sifres, jullie bedrijf, uitverkozen als ondernemer over 2018. Had je dit verwacht? Nou ja, verwacht niet. Kijk, ik weet dat het ieder jaar op de agenda staat, ondernemer van het jaar. En ja, deze keer niet verwacht. Wel gehoopt natuurlijk. Als ik zie wat voor een ontwikkeling ons bedrijf de afgelopen jaren heeft meegemaakt en ja, hoe wij ons profileren, dan, ja, dan hoop je het wel. En ja, nu toch eindelijk wel ondernemer van het jaar, dus ja, hartstikke trots. Wat hebben jullie afgelopen jaar dan voor bijzonders gedaan dat jullie deze prijs nu wel ten deel is gevallen? Nou ja, we zijn gigantisch gegroeid. We hebben het afgelopen 4 jaar hebben we alleen maar geïnvesteerd. En ja, de bedrijven die hebben dat ook gezien. We hebben een bouwbedrijf achter ons hebben we gekocht. We hebben het visbedrijf Korrevis hebben we gekocht. Alleen maar voor de uitbreiding, voor de expansie die ons bedrijf heeft meegemaakt. En ja, alleen in 2018 zijn wij verdubbeld in omzet. Dus ja, gelukkig konden wij die bedrijven erbij kopen. En dat was ook echt nodig. Ja, en dan even kijken naar de toekomst. Want wat kunnen we dan aan bedrijfsmatige vernieuwingen in het komende jaar van Sifres, van jouw bedrijf, van jullie bedrijf, verwachten? Nou ja, goed, sowieso richting onze producten. Ieder jaar doen wij, of ieder jaar, maar wij doen altijd aan productontwikkeling. We gaan weer kijken van wat ligt er in de markt. Wat kunnen wij beter doen dan wat er nu in de markt ligt aan visproducten. En dan met name visproducten met toegevoegde waarde. Maar wij ontwikkelen zelf ook. We gaan meerdere keren gaan wij met bekende koks doen wij aan productontwikkeling. En dan gaan we sauzen combineren met producten. Nou ja, gezien de uitbreiding zelf van ons bedrijf sowieso gaan we Korrevis inrichten. En gaan we daar verder. Want we zijn, op dit moment zijn wij met 4 personen in Dronten aan het orde pikken. Nou, dat is alleen maar onefficiënt of inefficiënt. Kost veel geld. Dus dat willen wij dichter bij huis brengen. Dan heb je natuurlijk heel veel reacties gekregen. Kun je wat vertellen over de reacties? En wat is nou de mooiste reactie die je gekregen hebt? Nou ja, hele mooie reacties zijn wel van, nou ja, ook van onze concurrenten, collega's, laat ik het zo maar zeggen. Die ons feliciteren, die mij feliciteren. En daarbij dan ook nog zeggen van, nou, het is verdiend. Dus ja, dat vind ik toch wel prachtig, dat kan. En de mooiste reactie? Nou, die ligt meer een beetje op het persoonlijke dan. En als ik dan, ja, dat is er een van mijn moeder was dat. En die is natuurlijk ontzettend trots dat je dit doet. Samen met je 2 zoons, met je 2 broers. En dus die, ja, die is enorm trots. En dan, ja, dan zegt ze, ja, dat je vader allemaal nog moet weten. Goed, dankjewel. En heel veel succes in het komend jaar met Sifres. Maar voorlopig ook in deze week, want het is natuurlijk een prachtige week die de sponsoren van BC Urk hier nu meemaken. Ja, dit is geweldig, hè, Peter. We hebben het hier gezien. We zijn hier gisteren aangekomen. We hebben schitterend weer. En ja, dit is één grote voetbalfamilie, laat ik het zo maar zeggen. En de sfeer is ontzettend goed. Iedereen heeft het er naar zijn zin. Maar ook een stukje waardering richting de spelers. En ja, ik omschrijf het als uniek. Ja, dat is het zeker. Als je sowieso de organisator pakt, trainingskampen.nl, die al heel veel ervaring op dit gebied heeft. En die het soms ook niet meer ziet zitten. Dat ze denken van wat gebeurt hier allemaal. Hè? Dat je apart moet inchecken in de balie. Want er komt in één keer een stoot van 2 bussen of 3 bussen komt er binnen, 130 man. Dus ja, hartstikke mooi. Jan, dankjewel.